Dit is de nieuwe Audi A3 Black Edition limousine. Wist je dat deze auto overigens een link heeft met de Lamborghini Urus? Dit en nog veel meer ga ik in deze video ontdekken. Hier aan de zijkant van de Audi A3 Black Edition vallen gelijk twee zaken op. Wat dacht je van de ruiten? Achter heeft hij natuurlijk donkere ruiten, maar voor zijn de ruiten ook wat extra getint, zodat het geheel veel fraaier wordt. En de fraaie lichtmetalen velgen daar aan de voorkant, 19 inch, zitten allemaal in het Black Edition pakket. En over de voorkant gesproken, daar is ook wat anders. Aan de voorkant van de Black Edition zie je dat gelijk terug in het stoere Audi logo in het zwart, in natuurlijk de fraaie zwarte grill. Daarnaast is de auto standaard voorzien van LED-verlichting. En het mooie is, dat hebben ze niet alleen aan de voorkant gedaan, maar ook aan de achterkant. Dan krijgen we bij Münster regelmatig de vraag, wat voor motor zit er nou onder de kap van deze Audi A3? Het is de bekende TFSI motor. Maar ja, TFSI, wat zegt dat? Ik ga het je laten zien. Dit is hem dan, de benzinemotor in deze Audi A3. TFSI. Nou, het FSI-gedeelte dat staat voor een direct ingespoten benzinemotor. Daardoor komt de benzine direct op de zuigers terecht, waardoor je dus heel veel meer verbrandt. En dat heeft heel veel voordelen voor de zuinigheid van de motor. De T staat voor de turbo. En de turbo die zorgt ervoor dat je al bij lage toerentallen al heel snel vermogen hebt. En dus eigenlijk ook gelijk sportief kan rijden. Maar het zorgt ook weer voor comfort. En dat is eigenlijk het mooie van deze combinatie. Je kan er zowel sportief als comfortabel mee rijden. Ja, de zijkant van de Black Edition, die hebben we natuurlijk wel gezien. Ik ben eigenlijk benieuwd wat daar anders is aan het interieur. Ja, dat zie je gelijk hier aan de fraaie leren bekleding. Maar wat dacht je ook van deze details, mooi in het zilver, die echt een onderscheid maken met de Black Edition. En ik vertelde het aan het begin van deze video. Deze Audi A3 heeft een link met de Lamborghini Urus. Dat zijn onder andere deze ventilatieroosters. Ze zijn dezelfde als in de Lamborghini Urus. Hoe gaaf is dat? En wat dacht je van dit knopje? Als ik er met mijn vinger overheen swipe, dan gaat automatisch het audiosysteem harder. Of als ik het terugdraai, gaat hij weer zachter. Ja, dat is ook gewoon een hele gave feature. En persoonlijk, ik zit wel lekker zo. Maar ja, om te gaan rijden, moet ik eventjes naar de andere kant gaan. Je merkt tijdens het rijden in de Audi A3 limousine dat hij net wat comfortabeler is dan de Audi Sportback. Maar ja, net wat je wensen zijn, kan je er natuurlijk voor kiezen. Wat je ook merkt, dat zijn de rijassistentiesystemen. Die helpen de auto ontzettend makkelijk door het verkeer te rijden. Eentje wil ik er wel uitlichten, dat is het zogenaamde fileassistentiesysteem. Dat helpt je makkelijker de file door te rijden. Dat helpt je auto eigenlijk gewoon meer afstand houden tot zijn voorganger en dat rijdt gewoon heel comfortabel. Persoonlijk vind ik dat echt wel een feestje om door die file te rijden. De Audi A3 limousine is natuurlijk een sedan. Ja, dan wil je natuurlijk wel weten hoe ruim is die auto achterin. Dan ga ik eens eventjes ontdekken. Nou, daar zit ik dan. We hebben 1,85 meter hier achterin de Audi A3 limousine. En ik kan heel eerlijk zeggen, ik zit hier heel erg comfortabel. Prima eigenlijk. Ik ga eens kijken of er kofferruimte nog over is. De wielkasten van deze Audi A3 limousine die zijn geïnspireerd op de Audi Quattro uit de jaren 80. En dan de kofferbak. Nou, daar is hij dan. Maar liefst 425 liter heb je tot je beschikking. En dat is meer dan bij een Audi A3 Sportback. Bovendien, de achterbank kan je nog eenvoudig neerklappen, zodat eventueel lange spullen altijd mee kunnen genomen worden. En ja, het blijft natuurlijk een Black Edition. Dus ook hier, het Audi logo is daar in het zwart.
Maar deze Audi A3 limousine of de Audi A3 Sportback een keertje zelf bekijken en ervaren, boek dan een proefrit via onze website.